Hi, ik ben Johan. Ik ben product owner voor de Plieger Groep. En ik neem jullie hierbij mee door de updates die wij hebben gedaan aan de Thermonoord webshop. Ik probeer jullie in een paar minuten even de laatste updates mee te geven. Waaronder de orderstatus, offertemodule, de artikel- en conditiebestanden. En ik neem jullie even mee kort door de updates van de app. Allereerst zal ik even een voorbeeld laten zien van de orderstatus die wij hebben geüpdate, waarin je volledig en flexibel de orderstatus kunt inzien. Dit is een voorbeeldorder. En in dit voorbeeldorder zien wij dat voor deze klant de order voltooid is. En op orderregelniveau zien we ook dat het product verstuurd is. Dat betekent dat in dit geval dat de order is afgehandeld. En jullie kunnen vanaf nu in je eigen account ook zien wat de orderstatus is op orderregelniveau. Daarnaast wil ik jullie even nog een keer meenemen door de offertemodule die wij hebben ingebouwd in de webshop. Via de accountknop kan je naar offertes beheren gaan en daarin kan je een aantal offertes zien. Ik heb hier een voorbeeld offerte aangemaakt die je helemaal naar eigen wens kan aanpassen. Zoals je ziet heb ik producten toegevoegd aan de offerte en een vrije orderregel waarbij ik zelf mijn vrije kosten of mijn montagekosten in dit geval kan gaan beheren en kan gaan bewerken. Waarmee ik eigen offertes kan gaan maken in mijn omgeving van de Thermonoord webshop. Hierboven kan je alle klantgegevens invullen, zodat je offertes goed en wel op de juiste plek staan. En vanzelfsprekend kan je ook je eigen logo hieraan toevoegen. Ben je dan klaar met je offerte, dan druk je simpelweg op de printknop waarna de PDF wordt uitgedraaid die je kan delen met je klanten. Een veelgevraagde functie zijn de artikel- en conditiebestanden die je kunt vinden onder voorkeuren. Je gaat weer naar mijn account, voorkeuren, en daar staat een rij met artikel- en conditiebestanden die je kan downloaden om vervolgens zelf te gebruiken in je eigen ERP-pakket. Dit heeft als voordeel dat je je huidige administratiepakket en je bestelpakket gewoon kunt blijven gebruiken. En eenmalig of frequent de artikel- en conditiebestanden toegestuurd krijgt. Deze wordt op het moment dat je dit ingeeft toegestuurd naar het e-mailadres waarmee je bent ingelogd. Ik wil je ook nog even aangeven dat we een app hebben van Thermonoord. De Thermonoord-app kan gevonden worden in de Apple's App Store en de Android Play Store. En het handige aan deze app is dat je een barcode kunt scannen om vervolgens snel een product opnieuw te bestellen. Dus is je product bijna op, scan de barcode. En vervolgens kom je direct op de productpagina terecht, waarna je hem in je winkelmandje kan doen. En direct vanuit de app kunt bestellen of later kunt bestellen in een grotere bestelling die je mogelijk gaat plaatsen. Over 3 weken verwacht ik jullie weer een nieuwe update te geven. Ik kijk ernaar uit om dat te doen, omdat het een aantal mooie updates zijn waar wij momenteel aan werken. Mocht je nog vragen hebben, stel die gerust via i-commerce@thermonoord.nl of via het contactformulier op de website. Dankjewel.